welkom bij een nieuwe aflevering van Let's Build with Tim. Het is een tijdje geleden en dit komt omdat ik het gewoon gigantisch druk heb gehad met van alles. Ten eerste natuurlijk examens, kwam vervelend in de weg. 2 weken geleden, ik had een examen op de dag dat Let's Build online moest. En ik dacht, hey Tim, sla nou gewoon 1 weekje Let's Build over, want... ja, ik denk dat als je examens haalt, wel blij bent. Anders moet ik het nou volgend jaar nog een keer doen, dat zou zonde zijn. De uitslag krijg ik donderdag pas te weten, dus ik kan jullie nog niet zeggen of ik geslaagd ben of niet. Ik hoop het natuurlijk wel. En vorige week kwam het ook gewoon echt heel slecht uit. Maar, niet getreurd. Vandaag gaan we lekker bouwen. Ik weet nog niet wat, daarom loop ik rond. Ik heb nog steeds geen suggesties van jullie gekregen voor de kantoortjes. Wie dit kantoortje verdient. Dus kom daar even mee. Dit kantoortje is een heel mooi kantoortje. Misschien wil ik dit aan mezelf geven. Oh nee, wacht, natuurlijk niet. Ik krijg dat gigantische kantoor. Laten we daar trouwens een beetje aan werken. Dus, wat hebben we hier? We gaan gewoon lekker bouwen, lekker weer erin komen. Het is wel een beetje kleurloos dit. Hier kan nog van alles. Ik vind dit wel heel leuk. Dit vind ik heel origineel van mezelf. Zo'n grote water. Je weet wel, die dingen die ze in Amerika hebben, omdat ze daar geen goede riolering hebben. Daar hebben ze gewoon alleen maar van die bakken staan. Dat is echt awesome. Hey Henk! Oké. Dus we hebben Henk ook al een tijd niet gezien. Dus die verdient wat liefde, vind ik. Wat we vandaag gaan bouwen is denk ik dan een beetje de muur. Steek. There you go, boy. Om nom nom. Geniet ervan, jongen. Oké. We gaan vandaag kijken of de muur mooi is buiten. Want die moet ook af. Dat we gewoon dit een beetje omhoog gaan bouwen. Kijken of we dat mooi kunnen maken. Je moet echt... Ik heb de afgelopen dagen non-stop aan mijn grote beelds gewerkt. Deze beelds krijgen jullie later te zien deze week. Op Twitter geef ik kleine sneak peeks weg ook van die beelds. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, dan moet je even naar onze Twitter komen. TimmyBoyNL. Gewoon heel simpel dus. En daar zeg ik ook natuurlijk wanneer filmpjes online komen. Zo. Dus het is wel handig. En het zijn echt leuke builds. Ze zijn echt wel gigantisch groot. Ik heb geen world edit. Oftewel, ik hoop dat later wel te krijgen voor builds. Maar het zijn echt gigantische builds. Maar ik denk dat jullie ze leuk vinden. Ook even. We hebben bijna 1000 subscribers. Wauw. Dat is echt heel cool. Dat vinden we echt heel cool. Daar ben ik dus de afgelopen dagen ook mee bezig geweest. Zorgen dat dat allemaal goed is. Zorgen dat ik voor die 1000 gappers die hier kijken elke dag weer naar onze leuke filmpjes. Dat die iets speciaals krijgen. Er wordt hard aan gewerkt. Ik kan niet te veel weggeven, want dan is het geen verrassing meer. Misschien moet ik ergens anders over gaan praten. ik wil er zo graag over praten, maar ik wil het gewoon echt geheim houden. Oké, laten we even kijken naar deze mooie muur. Oké, laten we eerst dit doortrekken. Oké. Kunnen we daar iets leuks mee? Probeer na te denken. Voor ronde gebouwen heb ik meestal nooit zoiets speciaals. Dit ziet er wel weer heel cool uit, deze muur. Laten we dit ook maar iets omhoog doen dan. Weet je, als we deze muur af hebben, dan kunnen we ook aan het dak beginnen. En voor het dak dacht ik hierboven... aan gewoon een soort glazen dak. Omdat dat gewoon cool is. En dat we misschien een beetje jungle-achtig doen. Met allemaal leaves erop. En daar gewoon een normaal dak. En ik wil ook even kijken of er misschien iets is om... die golden apple wat pittiger te maken. Ook de suggesties voor beneden. Ik heb even de comments gelezen van... de vorige... Oh shit, Henk. Oké, volg mij. Volg mij, Henk. Gelezen om... Shit. Nou, dan teleporteert hij mij even hier naartoe. Shit. Oké. En daarin stonden allemaal leuke suggesties ook voor beneden. Weer. Dus bijvoorbeeld een zwembad, een disco. Daar moeten we even over nadenken nog. Maar ik vond wel hele leuke suggesties. Het is denk ik gewoon waar ik het meest zin heb. Waar ik zin in heb om te bouwen. Wat bouwen. Bla bla bla. Goed zo. Nederland, ik goed in zijn. Niet dus. Maar dat zien we dan allemaal weer. Voor nu is het gewoon belangrijk
dat wij zorgen dat dit een beetje mooier is. Want vandaag geef ik de download weer weg. En dus jullie kunnen hem downloaden, jullie kunnen erop spelen, jullie kunnen kijken of je hem zelf mooier kan maken. Misschien kun je daardoor ook beter leuke suggesties geven, ik weet het niet. Maar die mogelijkheid is er nu, dus ik zou zeggen, neem hem, kijk in de beschrijving. Via Mediafire kun je hem downloaden. Je sleept hem in je save folder. En ja, dat is het. Dan kun je lekker hier bouwen. Kun je kijken. Ik zou even kijken of ik ergens nog een Easter egg zou verstoppen. Een speciaal iets. Dat vind ik altijd leuk. Om in dingen die ik weggeef, om daar stiekem iets in te verstoppen. Maar ik hoop dat ik het niet vergeet. Waarschijnlijk niet. Ik doe het zo meteen. Als ik edit bijvoorbeeld, dan zeg ik van, oh shit, er zit nog een Easter egg in. En dan ga ik daar aan werken. Hoe ziet dit eruit? En dit ziet er toch raar uit. Ik ben hier gewoon niet tevreden mee. Van binnen ziet het er allemaal heel goed uit, maar van buiten is het gewoon crappy. Het is echt heel crappy. Sowieso kunnen we misschien dit herhalen. Zo. Gewoon om een soort herhaling te hebben. I don't know, bro's. Dit klopt helemaal niet. Oh. Zo. Meh, we zorgen wel dat het cool wordt. Een andere keer. Als we er inspiratie voor hebben. Wat we misschien zelfs nog doen is dat we hier, laat maar zeggen, een bocht in doen. En dan verliezen we een beetje ruimte daar. Maar weet je, dat soort laatste veranderingen moet je altijd kijken of je doet. Maar dat moet je wel doen voordat je er het dak op zet. Zeker bij dit soort grote gebouwen. Je wil niet dat je het hele dak weer weg moet halen. Met World Edit is het een ander verhaal. Want dan is het gewoon puur om te testen of het licht genoeg is. Hoi meneer het schaap daar. Wat doe je daar? Ben je hier stiekem aan het kijken naar wat wij doen? Zo. Jij durft. Ook nog een kleine mededeling over de vorige builds. Want de vorige Let's Build heb ik op een server gedaan. En natuurlijk kon ik jullie niet die hele servermap geven. Dat vond ik gewoon onhandig. Ik heb net gehoord dat ook mijn nieuwe computer morgen aankomt. Dus wat ik ga doen is MC Editor op downloaden. Ik zorg dat er dat gedeelte uit de servermap kopieer. Dat plak ik dan in een wereld. Je weet wel, zo'n wereld waar helemaal niks staat. Gewoon een blanco wereld. En dan geef ik die weer weg. Ik moet heel even kijken wanneer. Daar doe ik vast wel even een speciaal filmpje voor. Ook bijvoorbeeld dat middeleeuwse dorp geef ik dan ook weg. Gewoon dat soort dingen. Het middeleeuwse dorp, daar geef ik gewoon, denk ik, de map weg met coördinaten. Kijk. We zitten met z'n allen op die server. De server was voor vrienden. En daar kunnen jullie niet op, dus vraag er alsjeblieft niet naar. Want ik kan wel weer tegen iedereen nee zeggen. Maar weet je, als je niet gewoon luistert, dan weet je dat. Dit is ook niet op een server. Sommige mensen dachten dat ik dit op een server deed. Dat doe ik niet. Dit is single player. Daarom is het zo makkelijk om downloads weg te geven. Maar het was dus op een multiplayer server. Super leuk. We hebben echt met z'n allen een survival wereld, een creative wereld. Ik geef de creative wereld denk ik weg met van iedereen van Builds coördinaten. Alleen gaan er wel wat dingen verloren, laten we zeggen. Nou ja, voor jullie niet, maar ze worden niet meer afgemaakt, de dingen die niet af zijn. Omdat we de server gaan restarten en iets anders gaan doen. Dus dat is gewoon omdat het inactief weer werd. Dan moet je gewoon even weer wat anders gaan doen. Maar ja, je kunt wel naar echt een heleboel coole dingen zijn, gaan. Ik heb, laat maar zeggen, ik heb daar een spawn voor ontworpen voor Creative. Dat is een redelijk kleine, compacte spawn. En elke keer als je op een redstone licht ging staan, dan werd je geteleporteerd naar de builds van je vrienden. Nou, het probleem daarvan nu is natuurlijk dat de builds met plugins. Met, oh, fucking hell, Tim.
wakker worden. Ik ben echt net wakker. Het is 3 uur en ik ben net wakker. Fuck yeah, vakantie. Sorry jongens voor die geen vakantie hebben. This is how I live my vacation, bros. Dus, sorry. We hadden plugins nodig voor het teleporteren. En die plugins hebben jullie niet in die map. Oftewel, ik heb bij elke spawn van iedereen coördinaten gezet. En dus je kunt daar naartoe vliegen, je kunt daar rondkijken. Natuurlijk, als je iets cools vindt daarvan, dan moet je maar zeggen of je het cool vindt in de comments van het filmpje waar ik de map weggeef. Waarschijnlijk doe ik een kleine tour samen met Rogier door die wereld nog even, voordat die weggaat. En dan geven we hem weg. Maar dat, weet je, het is gewoon zo druk. Vooral voor dat project voor 1000 subscribers. Ik heb echt super weinig tijd om andere dingen te doen dan dat. Wat ik niet erg vind, want ik vind het een super leuk project. Maar het gaat wel ten koste van sommige dingen. Niet qua uploaden, want uploaden, daar had ik gewoon allemaal goede redenen voor. Yeah. Oké, nou, we hebben een grote muur. Zo hoog wil ik het ongeveer hebben. Er komt daar een dak op. Ja. Wat nu, hè? Het is trouwens nacht. Laten we het heel veel dag maken. Met de magische knop. De magische knop van magische knoppen. Set time one. Wow. Ja, dat is niet zo sexy. Dat is echt niet sexy. Misschien moeten we de ramen gewoon kopiëren. Die moeten we daar niet hebben. Misschien gewoon hier. Dan even hoog als deze hier. Of eentje hoger. Dat kan ook. Ik denk wel dat dat een cool effect geeft. Zo. Ik denk wel dat dat mooi is als we gewoon een beetje symmetrie hebben. En het is een open kantoor. Iedereen mag naar mij kijken als ik filmpjes maak. Als ze maar niet binnenkomen, weet je. Lawaai hoeven we hier niet. Oh shit, dan moet ik natuurlijk ook dit doen. En dan wordt de ruimte veel kleiner in het gebouw. Nou ja, we doen het gewoon. We zullen zien hoe het uitpakt. Zo. Maar dit raam is veel te nutteloos. Want er staat een fucking appel voor het raam. Dus beter doen we daar geen raam. Maar wacht, is dit te hoog? Ja, één te hoog. Zo. Oh shit, ook de verkeerde plek. Zo, ja. Ik weet niet of we veel klaar krijgen in deze aflevering, maar we zullen zien. Muren zijn gewoon belangrijk voor je gebouw. Je moet er veel tijd aan besteden. Gewoon, want het bepaalt nogal hoe een goede gebouw eruit ziet. En ze zijn wel het moeilijkst. De tips die ik erop kan geven is gewoon zorg dat je een soort platte grond hebt voordat je doet. Wel een idee hebt, net zoals wij hadden. Gewoon een grote cirkel. We willen in het midden een open plek hebben met een soort plantachtig iets. Dat hebben we gedaan. Nou ja, daar. Ik wou laat maar zeggen niet dat het een vierkant werd. Oftewel, we hebben daar iets aan gedaan. Nou, daar hebben we uiteindelijk een trap van gemaakt. Dus dat kwam allemaal goed uit. Maar ja, er moet wel over nagedacht zijn. En we moeten even bedenken wat we hier kunnen doen. We kunnen daar een paar banken neerzetten misschien, maar. Meh, banken. Hier heb ik ook al een bank. Een wachtruimte is dit. Ja. Dat mag trouwens wat sexier. Zo. Nee. Het was goed zo. Dit had ik alleen neergezet als. Gewoon als begin. Zodat ik wist dat hier een Discord. Dit wordt nog met andere kleurtjes. Die bank ga ik nog met de andere kleur doen. Want ik vind hem niet mooi zo. Maar jullie snappen het. Je moet een beetje prototypetjes bouwen. Voordat je het volle ding gaat bouwen. Of eerst één maken. Voordat je het hele gazon vol plant met boom. Pies. Oké. Raampjes plaatsen. Dan gaan we denk ik. Moet ik heel even kijken hoe lang we al bezig zijn. Zo lang geleden dat ik Let's Build heb gedaan. Ik vind het toch altijd wel leuk om hier aan te werken. En ik denk ook dat het gebouw mooier wordt hoe vaker we eraan werken. En
als je gewoon even een tijdje rust ervan neemt, er even vanaf gaat en er niet naar kijkt, dat je dan weer een leukere kijk krijgt op de bouw van het ding. Want dit bijvoorbeeld had ik 2 weken geleden waarschijnlijk niet kunnen bouwen. Nou ja, ik had waarschijnlijk iets anders gebouwd mogelijk. Het ligt gewoon helemaal aan mijn mood, waar ik zin in heb. Want muren bouwen moet je ook maar zin in hebben hoor jongens. Because it's a pain in the arse. But it's necessary. Zo, we hebben raampjes. Ik ben er trots op. Oké, wat willen we hier allemaal hebben? We gaan gewoon, ja, we hebben gewoon deze hele dag nog. We gaan eerst dit doen. De lobby. Het kantoor. Nou, het was puur om aan te geven. Oké, hoe gaan we dit fancy aan? Fancy pants maken. Oké, we zetten hier zo eentje neer. We zetten hier zo eentje neer. Dan gaan we hier een bord neerzetten. En wat gaan we op dat bord zetten? Ik weet niet, ik heb zin om hier een bord neer te zetten. Zo. Dit bord heb ik laatst ook ontworpen. Zo. Met normaal hout. Normaal hout, daar ben je. Op dat bord kunnen we iets schrijven. Wat we erop schrijven zien we dan wel weer. Misschien aantekeningen voor nieuwe filmpjes of zo. Dat soort coole dingen. Misschien kan ik hier wel een easter egg op plaatsen of zo. Oh shit, nu heb ik het verklapt. Nee. Oké, we zullen zien. Eye of Enders. Zetten we erin. Dan wat plantjes erop. Zo. Doe maar eentje hoger zo. Dan weten we dat. Ik vind hem niet mooi daar staan. Dus we gaan hem eentje naar voren brengen. Gewoon om wat diepte te creëren. Want het was zo'n platte muur gewoon, zag ik het als. En dat vind ik niet zo mooi. Zo, oh shit, sorry plantje. Poef, poef, poef. Poef, poef. Oké, zo. Kunnen hier misschien stiekem wat licht verstoppen. Gewoon even sneaky. Oh cool, ik wist niet eens dat die connecten met de endframes. De fences. Zo, doen we dat. Als we nu times set 1300 doen. Oh shit. Als ik met de dag ga kloten, dan weet ik niet meer hoe lang we bezig zijn. Dus dat doen we niet, sorry. Ah, maar ik ben zo benieuwd. We doen het. Fuck it. Dit is, laat maar zeggen, het begin van de nacht. Oké, dan komt hier mooi licht vandaan. We kunnen natuurlijk een beetje er doorheen kijken, maar dat maakt niet zo erg uit. Zo, dan lopen we hierop. Dit bureautje mag een andere kleur hebben van mij. Volgens mij waren we al bijna bij het aantal minuten dat ik per aflevering doe. Zo, oeps. Die stoel is daar nodig. Pakken we dit voor een beetje afwisseling van kleur. Ik wil hier een... Oké, vorige keer zei ik Picasso. Blijkbaar was dat niet goed. Dus Pitaco komt hier nu. Zo, een mooie Pitaco. Oeh, dat is een mooie Pitaco. I like that one, brothers. Zo. Nou ja, we zullen die wel gewoon daar hangen. Nou ja, ik vind die Pitaco toch niet zo mooi. Nee, te saai. Ik wil wel een beetje iets donker hebben. It's dark. Donker. Wow. Het zijn wel echt hele mooie schilderijen in dit textpack. Soort textpack voor de mensen die dat willen. Oh, wow. Shit, man. Wow. 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 Wat? Dat is cool voor een aquariumgebied. Ik vind dat deze gewoon hele sfeervolle... Perfect. Donker schilderij. Sfeervolle schilderijen heeft. Respect voor de makers. Want... Wow. Trouwens, we kunnen hier ook light onder verstoppen. En dan hoeven we geen toortjes daar neer te zetten. Valt wat minder op. Want het zijn half blocks en daarom komt de licht onderuit. Dus fuck logics. Zie je? Heh. Niks cheats, gewoon slim bezig. Ah shit, nu ben ik dat weer kwijt. Waar is Eye of Ender ook weer? Weer zoeken, zoeken, zoeken. Bij Crab. Oké, helemaal goed. Zo, Crab. Staat daar. Daar plaats ik even wat signs op. Gewoon voor de
leukigheid. Zo. Alsof er ook iets op gedaan wordt. Ik typ er later wel in. Gewoon alsof we druk bezig zijn. En dat voegt ook weer detail toe, snap je? Dus zo. Dus de muur is saai. Weet je wat nodig heeft? Een pitaco. Gewoon een schilderij neerplonken. Wow! Cool schilderij. Is dat te groot? Dan moet hij wel hoger. Wat? Dat schilderij is cool. Oh, die is ook cool. Wow! Zie je dan hoe fucking cool deze schilderij? Perfect. Jij mag daar voor mij blijven. Wat ik wel doe, dan is even voor puur detail. Purposes. You know my, wat ik bedoel, right? Nee! Oh, this is gonna take forever. Oeh, die is ook cool. Maar ik wil die ander. Wauw. Die is cooler. De schilderijen zijn zo cool in dit. Respect, jongens. Respect voor degene die dit textpack heeft ontworpen. Ja, de art voor die schilderijen. Respect. Respect uit het diepste van mijn hart. Want dat is zo cool. Oké, gaat dit werken? Anders doe ik even zo. Zo. Nou, nee. Is vast goed. Nee, is niet goed. Urf, wat een gedoe. Cool schilderij. Ik werk nooit zoveel met schilderijen, omdat ik er niet zo goed mee ben. Oké, fuck it. En, omdat ik meestal ze verkeerd plaats en dat niet symmetrisch uitziet. En bla bla bla. Oh, het maakt niet uit. Het draait automatisch zo. Oké, laat maar zitten dan. Maar hier is hij wel heel cool. Oh, misschien moeten we hem eigenlijk hier hebben. Nee, die is te groot. Nu moeten we wel echt die Chinees hebben. Die vind ik niet zo leuk. Olifant die zwemt. What the fuck? Awesome. Awesome shizzle. Yes, daar is hij. Maar zo, sfeer. En die Picasso. Kijk, dit is gewoon niet symmetrisch. Oftewel, het is gewoon irritant. Maar dit is een muur, dus voor mij mag het wel. Zo. Oké, dit bankje wil ik ook niet van Sandstone hebben, maar van. Mooi geïmporteerd. Nether brick uit de Nether. Weet ik veel. We zien wel. Of het mooi is. Dit textpack heb ik nog nooit Nether bricks gebruikt. Die andere heb ik in default gemaakt. Mijn vorige beeld heb ik in default gemaakt. Omdat ik op een server zat en meestal maak ik het dan in default. Het geeft wel een heel mooi kleurcontrast met dit rood. I don't know, man. I don't really don't know. Wat we wel gaan doen is voor details. Potje. Met mooie roosjes. Flauwertjes. En grasjes. En dit even upfleuren. Upfloren. Fleuren. Fuck mijn Nederlands. Zo. Perfect. Detail, jongens. Dat doet het. Oké, wat heb jij nog nodig? Een computer, zeg je me. Wat voor coole computer kunnen we maken? Misschien een soort klein extra geweldig easter eggje voor mijn computer. Voor mensen die deze aflevering hebben gezien, die weten alleen waarom deze computer een Windows is. Want wij krijgen een Windows. Ik krijg een Windows. Jullie niet. Ik kan niet voor iedereen Windows betalen. Volgens mij was dat de naam van de computer die ik gekocht had. Nu begin ik te twijfelen. Wow, mooi beeldscherm. Nee. Lelijk. 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 Yeah. Er staat Panasora. Is het Panasora of Panadora? Oké, be right back. I know, ik ben een vreselijk persoon. Leave me alone. Oké, waar is hij? Oh, shit. Oké, ik had het fout. Het is een Pandora SP. Jongen. Ik zat toch in de buurt? Dus nog een keer Pandora SP. Als ik het nu fout heb, dan sta ik echt voor deel. Maar ja, dat sta ik meestal. Want weet je, dit soort dingen flik ik nou eenmaal. Ik ben slecht in... What?
Yay, we hebben een kast als screensaver. Ik ben slecht in namen onthouden. Dat ben ik echt. Als ik leuke muziek heb, dan moet ik waarschijnlijk... En dan onthoud ik sowieso niet wie het gemaakt heeft. Dat was ook cool, dat rode beeld. Laten we dat maar doen. Komt weer mooi. Weer met al het rood hier. Dat is geweldig. Zo. Deze stoel is saai. Dus wat willen we? Deze speciale stoel mag voor mij wat leuninkjes krijgen. Daarnaast, wacht. We zetten die stoel hier. Want dan kunnen we namelijk nog wat details hier kwijt. Ik heb al gezien, we zitten op de 24 minuten. Dat was ook een slim trucje van mij om even te kijken hoe lang we al bezig waren. Ja, we gaan nog heel even door. Omdat ik gewoon zo lang niet gefilmd heb. We maken er een leuk half uurtje van. Oftewel, nog iets van 5 minuutjes. Waar zijn mijn boekenkasten? There you are. Good friend of mine. Zo. Wat boekenkasten. Plantje. Why the heck dat? Zo. Zo. Dan wat deuren. We hebben geen iron doors. We nemen gewoon lekker wooden doors. En misschien als klein detail nog. Oh, ik ben verkouden, jongens. Ik weet ook niet waarom. It just happens sometimes. Oké, dat. Dus oké, we komen hier aan. Dit is even het hoekje. Lekker druk is het hier. I like it. Van alles te zien, dat vind ik belangrijk. Dit vind ik niet mooi. Well, that's weird. Laten we dit weghalen. Misschien moeten we ook nog even spelen met verschillende soorten. Zandstone. Sandstone. Chiseled, hoe ziet dat eruit? Ja, kom op zeg. Smooth. Ja, op zich kunnen we daar wel mee spelen. Maar dat doen we niet nu, want nu hebben we niet meer zoveel tijd. Nou ja, we hebben dit ongeveer klaar, denk ik. We komen hier binnen. Bedenk heel even wat hier binnenkomt. Ik had sowieso een paar goede suggesties. Er komt sowieso een automaat. Een eetautomaat die alleen maar golden apples spuugt. Hey, waarom niet? Ik vond het een goed idee. En natuurlijk hebben we een groot bureau nodig. We zetten deze computer neer en dan moet er nog een tweede naast. Dus we moeten even... Waar zullen we het bureau doen? Ik vind dit een goede plek voor het bureau. Zo. Dus hier zetten we dan zo'n Mac. Hier de Pandora SB. Hier een lekker stoeltje. Dan gaan we, kunnen we zo hier typ, 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 typ. En dan hier leg ik mijn Minecraft Sword neer. Je weet wel, die sizzle. Want we moeten 's nachts ook naar buiten om schaapjes te hunten. Wat is er in één keer met dit water? I don't like it. En waarom groeit hier gras? I don't like it. Wacht, we gaan heel even naar opties. Video's. Kijk, dat soort kleine details, die vind ik belangrijk. Details. Water. Fancy. Helpt dat? At all? Dit vind ik zo lelijk. Zucht. Nu ga ik dit hele meer moeilijk gaan terraformen. Omdat ik er niet tegen kan dat ik de ondergrond kan zien. Want zie dan hoe fucking lelijk dat is. Echt gewoon een paar vlekken. Weet je, als je Minecraft wereld na wil maken, is het goed dat je dit soort dingen kan zien. En het is heel handig voor mij. Oh shit. Henk? Ben jij het, Henk? Oh. Wat? Jij, wie ben jij? Hij doet Henk na. Dat mag niet. Henk heeft een oranje... color voor de mensen die het afvragen. Daarin herken ik hem. Zie je? Hij heeft het oranje. Dus, ik denk dat dit genoeg is voor vandaag. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze aflevering weer leuk vonden. We hebben tenminste weer wat nuttigs gedaan. Een beetje aan de muren gewerkt. En hier toch weer een beetje dat detailwerk. Want dat hebben we niet zoveel gedaan. Nou, op zich, die hele boom maken was een en al detailwerk. Who cares? Dus,
Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet om even te abonneren als je nog niet geabonneerd bent. En vergeet niet die duimpjes omhoog te geven. Want dat helpt gigantisch. En het is natuurlijk altijd leuk voor mij om te zien dat de serie nog steeds gewaardeerd wordt door de likejes. En laat een comment achter, want ik wil weten wat we hiermee gaan doen. We kunnen er misschien een lounge area van maken, wat het waarschijnlijk wordt. Maar als je coole suggesties hebt voor die lounge area's, zoals bijvoorbeeld dit, een waterkan, misschien een automaat met eten erin, die zou ik dan waarschijnlijk daar ploffen. Als je nog originele ideeën hebt, plaats die dan. De originele ideeën mogen natuurlijk voor alles zijn. Kunnen we hier misschien iets anders dan een restaurant plaatsen, wat we daar hebben? Nou, dat weet ik trouwens niet. Want we moeten binnen kunnen eten ook. Dus hier beneden, ik heb er genoeg suggesties voor. Dus, maar als jij nog iets anders hebt dan disco en zwembad, wat ik gigantisch veel hoor, dan hoor ik ze graag. Want ik ga uiteindelijk voor het idee dat ik het leukst vind om te maken. En wat mij ook het leukst lijkt om hieronder te hebben en het meest gepast. En dat is zo'n beetje. Ik hoop dat je het leuk vond. En dan later. Dat heb ik waarschijnlijk 4 keer gezegd. Oké, doei!